Deze video begint hetzelfde als de video van vorige week. Aan de voorkant deel ik twee stroken af. Aan de bovenkant kam ik hem tegen en zet ik hem vast met één elastiekje en twee schuifspeldjes. We maken een visgraat opvlecht. Twee plukken, links gaat over rechts. Aan de rechterkant pak ik een klein plukje, die gaat er overheen naar links. Aan de linkerkant gaat er een plukje onderdoor naar rechts. Aan de rechterkant gaat er een klein plukje van het oude plus een plukje nieuw, samen er onderdoor naar links. Als je er geen plukken bij meer pakt, doe je steeds een klein plukje van de ene kant er onderdoor naar de andere kant. Ook trek ik hem nog een beetje los. Aan de andere kant heb ik hetzelfde gemaakt. Verdeel de staart in twee plukken, rechts gaat over links. Aan de linkerkant pak ik een klein plukje bij, die gaat er overheen. Aan de rechterkant pak ik een plukje van de staart plus een plukje nieuw. En samen gaan ze er onderdoor. Aan de linkerkant ook een plukje oud plus een plukje nieuw. Samen er onderdoor naar de andere kant. Als je plukken op zijn, pak je steeds een plukje van de ene kant, die gaat er onderdoor naar de andere kant. Ook deze vlecht ga ik van beneden naar boven lostrekken. Pak dan een pluk van de zijkant, leg hem over het elastiekje en zet hem vast. De punt ervan zet ik vast onder de andere vlecht. Dit herhaal ik met de vlecht aan de andere kant. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!